U bent allebei lid van het 4 en 5 mei comité? Dat klopt, klopt, ja. Bent u de enige twee leden of zijn er meer? Nee hoor, Sjors van der Most is eigenlijk onze voorzitter. En dan hebben we ook nog Frits Durst-Britt, een collega, een ex-militair ook. En, ja, wij zijn met z'n vieren dan het comité, met daaraan uiteraard ook de burgemeester is daarbij. Dus wij overleggen vaak met Harriet en met de burgemeester over het programma wat we op 4, 5 mei gaan uitvoeren. We hebben sinds een paar jaar nu een gedichtenwedstrijd. Ik geloof dat dit het derde jaar is. Ja, ik denk het ook. Ja. Ja, en daarmee bereik je toch dat een hele hoop kinderen zich ineens met het thema gaan bezighouden. En dat is eigenlijk wat ons doel is. Dat we het idee vrijheid en het idee vrede en herdenken, dat we dat ook bij de kinderen brengen. Want anders vergeten ze dat of dan raken we dat kwijt. En dat zou heel jammer zijn. Heb je dit op school gemaakt of heb je dit op je kamer gemaakt? Of op jullie... school. Op school? Ja. Zo, ik vind dat knap. Dan ga je daar op school zitten met al die kinderen in de klas. Ja. Wat denk je dan? De juf had hele verhalen verteld over de oorlog. Ja, gewoon schrijven. Ja, gewoon schrijven. En wat voelde je toen? Wat voor gevoel kwam het? Want je begint met, ik ben bang, eenzaam en alleen. Nou, dat is nogal wat als je dat zegt en je zit daar in die klas met kinderen om je heen. Ja. Ik stel wel moeilijke vragen, hè? Ja. Maar dat komt ook wel omdat het zo eigenlijk zo'n indruk maakt dat je dat doet. Ik ben bang, eenzaam en alleen. Ik wil weg, ver van hier. Ik ben verslagen, er is hier geen vertier. Opgesloten vast, het is verschrikkelijk. De tranen, het bloed, dit is echt niet nep. De meeste mensen waar ik van hou zijn weg. Het is moeilijk te begrijpen, maar misschien ben ik er niet meer. Het kan maar zo. Waarom moet het? Niemand wil het, maar ze doen het toch. Je ziet dode mensen op de straat. Mensen die niks hebben, zelf geen kleren. Ze zijn ten dode opgeschreven. De wereld, ze maken het kapot. Maar waarom? Dat is de vraag. Alleen om de macht te hebben, maken ze de mensen dood. Maar diep in mijn hart is een paradijs, een prachtig paradijs. Want ik vertrouw en geloof dat het goed komt. Nou, ik vind het prachtig. Mooi. Echt heel mooi. Heel mooi. In die laatste zin schrijf je, want ik vertrouw en geloof dat het goed komt. Wat komt er goed? Wat geloof en vertrouw je? Nou, dat het goed komt, dat de oorlog stopt. En over welke oorlog heb je het dan? In Syrië en zo. Het lijkt erop, dominee, dat de jeugd zich steeds meer gaat interesseren voor die oorlog. Klopt dat? Jawel, dat heeft natuurlijk wel te maken met de schoolsituatie. Als daar aandacht voor is, dan merk je dat dat ook een weerslag heeft op betrokkenheid van de kinderen. Ook wel de gezinnen natuurlijk, waar de oorlog in ieder geval ertoe doet en ook gelinkt wordt aan de huidige tijd en de vroegere periode. Dus dat is wel een, ja, ook een noodzaak, anders dan laten we een heel stuk uit de geschiedenis weg hebben en dat zou niet goed zijn.